Hoi iedereen, ik heb een filmpje van Emma Dotion, how to do, hoe ik mijn kwasten was. Ik zal zometeen de camera op de standaard neerzetten, dus jullie zullen dan het een en ander wel kunnen zien. En als ik dan zometeen het vuile water heb van de make-up rest, dan zal ik dat eventjes laten zien door de camera weer op te pakken. Ik zet eerst even de camera neer. Natuurlijk kun je je kwasten op twee manieren wassen. Ik gebruik vandaag brush cleaner. Van Hema. Ook een hele gewone shampoo. Omdat ik mijn kwasten, zeg maar, die heel fel zijn, die doe ik met shampoo. En de brush cleaner doe ik gewoon eventjes de poederkwasten die eigenlijk niet een hele grote burn nodig hebben. Ik heb wel even wat water in de badbak. Ik hoef niet heel veel water te doen. Dan begin ik echt met mijn kwast van mijn foundation, die is echt super vies. Die heeft echt een wasbeurt nodig. Ik maak hem een klein beetje vochtig in de bak. Dan veeg ik gewoon echt die kwast in op mijn handen. Er komt al echt heel veel viezigheid vanaf. En als ik dan de shampoo goed heb ingevreven, doe ik hem in de bak uitvegen. Ja, dat doe ik ook wel een beetje gewoon aan de randen. Dat spoel ik na de rand weer weg. Zo heb ik gewoon wel echt al mijn resten eruit. Uiteindelijk, als ik hem dan schoon heb, leg ik hem op een handdoek neer. Veeg ik die af. Er komt nog wel het rest vanaf. Maar zoals jullie kunnen zien, is hij nou weer gewoon, ja, make-up vrij. En zo doe ik dat eigenlijk ook. Met de kwast van mijn concealer. Even kijken waar die is. Het potje zit echt super vol. Dus, het is altijd eventjes een zoeken van waar het zit. Ik haal gewoon even wat kwasten uit. Ik heb hem. Zoals jullie kunnen zien is deze ook behoorlijk vuil. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ook deze wrijf ik in. Zo. Ik zal zo eens even mijn hand laten zien hoe vuil dat is geworden. Zo, ook deze is weer eigenlijk schoon geworden. Super. Zoals jullie misschien kunnen zien heb ik aardige oranje handen gewoon. Alleen al van mijn make-up. Nou vind ik mijn kwast voor mijn eyeliner ook wel belangrijk om het shampoo te doen. Ik gebruik eigenlijk altijd zwarte eyeliner. Dus ja, het is gewoon heel erg besmettelijk. Dus je krijgt soms een echt zo'n lekker kleurtje met allerlei afval stoffen kleuren. Zo, ook deze is weer lekker schoon. Dan was ik even mijn handen en dan zal ik jullie even laten zien hoe ik mijn kwasten dus schijnt met de brush cleaner. Ik gebruik brush cleaner van de Hema. Ik vind hem zelf erg goed en lekker ruiken. Dus dat is ideaal. Ik ga je eerst even het vuile water laten zien. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Maar niet. Ik hoop dat jullie het hebben kunnen zien. Dat komt er dus gewoon echt allemaal van mijn kipkwasten af. Het is echt super vies. Maar dan. Ik gebruik een tissue voor het leggen van bijvoorbeeld mijn kwast voor mijn poeder. Deze is nog niet zo heel erg vuil, dus ik vind eigenlijk kan ik deze wel eventjes reinigen met gewoon ja, brush cleaner. Deze brush cleaner van de Hema vind ik zelf heel erg goed en hij ruikt echt super lekker. Je kunt ook voor kiezen natuurlijk om je kwast erin te dopen, dit doe ik zelf niet. Ik doop een tissue in de cleaner, zodat hij een beetje doordrenkt raakt.
zal even voor de zekerheid het dopje erop doen. Mocht die vallen, dan is niet het hele flesje leeg. Dus ik heb niet echt een hele stabiele ondergrond, zeg maar, voor zo'n flesje met het rond afland. Dan pak ik de kwast. En dan veeg ik deze gewoon schoon. Met het tissue doordrenkt. Met cleaner. Dit doe ik dus zowel voor mijn poederkwast als mijn blushkwast. Nou, er komt wel wat van af. Zoals jullie kunnen zien. Maar ik vind altijd een nadeel van poederkwasten dat je die gewoon hele lange tijd nodig hebt om te drogen. Natuurlijk is dat zo bij de kwast voor foundation ook wel zo. Maar dat is toch een ander soort kwaliteit haar. Dus dan ja, is het toch wel wat sneller droog. Zo. Het ruikt gelijk weer zo lekker, vind ik altijd. Dit is sowieso een hele lekkere ruikende brushcleaner. Nou, ik heb een heel mooi oranje met roze kleurtje gecreëerd. Nou, ik hoop dat jullie een beetje een beeld hebben van hoe ik dus kwasten reinig. Ja, mocht je er wat over willen vragen of zeggen, zeg het gewoon met comments. En ja, ik wil jullie eigenlijk nu gewoon bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Doeg!